Ja, we beginnen met de trieste actualiteit. Eerder vanavond werd bekend dat tijdens een oefening in Mali 2 Nederlandse militairen zijn omgekomen. Een derde is zwaar gewond. Ja, minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Weet u wat er ongeveer is gebeurd? Nou, ten eerste wil ik toch ook hier vanavond zeggen wat een verschrikkelijk nieuws dit is. Ja. Natuurlijk voor de families van deze twee jonge mensen, in twintigers. Ja, het gaat om de 24-jarige corporaal Kevin Rommelveld en de 29-jarige sergeant Henry Hoving. En dan is er ook nog een militair van 23 zwaar gewond. Ja, inderdaad. En die ligt in een ziekenhuis in Gao. Dat is nogal wat kilometers beneden de plek waar het gebeurd is. We weten nog niet precies wat er gebeurd is. Het is waarschijnlijk gebeurd bij een oefening. Dit is een eenheid die zich bezighoudt met mortiergranaten. Ze komen van de luchtmobiele brigade. Het wordt allemaal onderzocht. De plek waar het gebeurd is, ken ik bij toeval erg goed, omdat ik eerder gewerkt heb zelf in Mali. Is helemaal in het noorden van het land. U bent VN-gezant geweest. Ja. En we waren dus daar met al die troepen. Nu is het verschrikkelijke nieuws dat helaas twee Nederlanders zijn omgekomen. Het is een zeer onherbergzaam gebied. Heel erg heet. Het is daar nu, denk ik, nu we 's avonds laat nog achter in de 30, misschien wel 40 graden. Heel afgelegen, niet erg dicht bevolkt. De Nederlanders doen daar verschrikkelijk knap en goed werk. Dus ik zou toch ook vanavond, het is wel een moment om ook respect te getuigen voor deze mensen die hun leven gegeven hebben. Voor iets wat ongelooflijk belangrijk is. Waarom zitten we daar ook weer? We zitten daar omdat in Mali een paar jaar geleden eigenlijk het hele noorden bezet is door jihadistische, ISIS-achtige troepen. Mm-hmm. Die zijn vervolgens bevrijd. En nu zijn deze troepen daar om de zaak te stabiliseren. Dat is ook van belang voor ons. Want afgezien van de humanitaire redenen zijn dat ook de routes waar mensen smokkel. Mm-hmm. Drugsmokkel in de richting van Libië en Europa gaat. Dus die aanwezigheid daar is ook ongelooflijk belangrijk voor de belangen van Nederland en Europa. En het is natuurlijk verschrikkelijk triest dat deze mensen die zo'n zware taak hebben, dat er nu twee zijn omgekomen. Maar veel respect voor wat ze doen. Ja, heeft u zelf ook meegemaakt tijdens uw aanwezigheid daar dat er mensen zijn omgekomen die daar in de vredesmissie waren? Ja, helaas wel. Het is het moeilijkste wat er is als je hoofd van zo'n vredesmissie bent. 10.000 soldaten. Ik heb geloof ik 29 keer achter die kisten. Die komen dan aan in Bamako, de hoofdstad. Ja, dat is het meest verschrikkelijke wat er is natuurlijk. En je moet families. Nou ja, het is allemaal een hele tragische dag. Ook echt voor de eenheid van deze jongens. Ja, want hoe gaat dat dan? Wanneer wordt de familie in Nederland op de hoogte gesteld? Die moeten als eerste natuurlijk. Ja, die worden als eerste op de hoogte gesteld. Vandaar dat ook het echt pas naar buiten wordt gebracht op het moment dat de familie is ingelicht. Ja, en dat slaat natuurlijk enorm in zo'n gemeenschap van militairen. Want hoeveel zitten er nu? Ja, enorm. Enorm. Er zitten ongeveer 400, 450 Nederlanders. Er zitten in totaal 10.000 blauwhelmen en dat slaat er enorm in. Dat betekent, en in de plek waar zij zitten, dat is een gemeenschap op zich die ook in best een risicovolle situatie zit. Mm-hmm. Ja, is dat natuurlijk enorm deprimerend. Het zijn natuurlijk echte vakmensen, vaklui, die weten ook dat ze risico's nemen. Weten ze ook van tevoren, maar natuurlijk als het echt gebeurt, dan is dat een verschrikking voor iedereen. Ja, dat slaat echt heel hard in. En in zo'n missie ook gelijk natuurlijk, ja, iedereen is wel in die zin van slag wel alert. Maar ja, heeft u nog veel contact met mensen die daar zitten? Ja, heel veel. Hoe lang heeft u er gezeten? 2,5 jaar. Ja. Ik ken de plek ook goed, waar ze zitten, de sfeer die daar heerst, ook wat ze doen voor de bevolking daar, dat is ongelooflijk. Ik vind dus, ja, het is echt verschrikkelijk nieuws vanavond. En ja. Ik denk dat heel veel mensen, ook in Assen, waar die brigade zit, ook enorm in de put zitten vanavond. Vorig jaar zijn er ook twee doden terug geweest, twee Nederlandse doden door een helikopterongeluk. Was ook bij een oefening, dit is ook weer tijdens een oefening. Zijn die oefeningen zo gevaarlijk dan? Als ik u heel eerlijk zeg, zou ik daar niet het goede antwoord op kunnen geven, omdat daar echt onderzoek naar gedaan wordt. Oefeningen kunnen ook heel gevaarlijk zijn. Maar wat hier precies gebeurd is, zou voor mij echt een risico zijn om daarop te speculeren. Zeker omdat het net gebeurd is. Ik weet niet precies wat er gebeurd is. We weten dat het bij een oefening is. Maar er wordt door het ministerie van Defensie nu uiteraard een heel diepgaand onderzoek ingesteld. Of dat tijdens de oefening was, waar het vuur vandaan kwam, et cetera. Dat gaan we de komende periode waarschijnlijk ontdekken. Ja, maar eerst ons medeleven voor de nabestaanden. En de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel heeft wel laten weten dat ze willen dat Nederlandse militairen niet meer oefenen met mortieren. Dat ze eerst willen weten wat er nou precies is misgegaan. Ja, daar heb ik in ieder geval als minister van Buitenlandse Zaken geen oordeel over. Nee. Maar laten we echt even kijken nu snel wat hier precies de achtergrond van is. Goed.